Onrust in de Utrechtse wijk Kanaleiland. Voelt een beetje als een pleonasme. Dus er zijn problemen in een probleemwijk. Dat is net zo verrassend als Russische oppositieleider wordt vergiftigd. Of comedian van de vooravond wordt vergeleken met standbeeld van de Paaseilanden. Ben ik gewoon onzeker over, ja. Volgens de Utrechtse burgemeester, hier te zien na een cursus Wat kan je eigenlijk met bierdopjes, zijn het vooral vloggers die oproepen tot geweld. Hé, ik ken genoeg vloggers die bij mij geweld oproepen. Te lekker moet iets kapot. Potmaker! En zo zie je dus maar weer dat een post op social media zich echt verspreidt als een virus. Ze noemen het niet voor niks influenza. Woordgrap. Dankjewel, Jiggle. Zelf ben ik eigenlijk wel blij met deze gewelddadige vloggers. Nu weten we tenminste waar zij mensenlevens in gevaar brengen. Normaal doen ze dat door het hele land omdat ze van een autosponsor moeten filmen tijdens het rijden. Maar als je nou zit te kijken en je denkt, wie is deze low-budget Tigo Gernand eigenlijk? Is dat een influencer? Nee, ik ben Ruud. Ik ben een minuut van de vooravond en de enige invloed die ik heb is dat jij zo meteen nog denkt aan de Paaseilanden. Is het echt zo erg, jongens?